Beginfase van de wedstrijd met een hoekschop voor Urk. Uitverdedigd hier door John van Dalen, de aanvoerder van ACV. Maar Urk blijft in balbezit. William de Boer, handige linkerspits, geeft dan een prima paasje op Jan van Sloten. Zijn voorzet komt bij Geert Hemelrijk, die stuit op Marcel Groothoff. Maar dan is het de meegekomen William de Boer, die de bal dan toch nog binnen tikt. En na 9 minuten komt Urk op een voorsprong 0 tegen 1. Helemaal vrijgelaten deze William de Boer. En zo komen de gasten dus op voorsprong. Het antwoord dan van ACV. Maar bij de tweede paal is het Robin Mulder die net tekort komt bij de verdediger van Urk. Martijn Bosman dan. En dan komt John van Dalen binnenlopen. En na 13 minuten spelen staan beide partijen weer naast elkaar. Ingestudeerde hoekschop op het hoofd van John van Dalen. En dan is het weer 1-1. Urk dan, het blijft de aanval zoeken. En dan moet Marcel Groothoff de bal tot hoekschop verwerken. Hoekschop weer van William de Boer. Ingekopt daardoor Jelies. En die vindt Willem Hendrik Schraal. En 2 minuten na de gelijkmaker komt Urk alweer op voorsprong. Opnieuw uit de standaard situatie. Jelies helemaal vrij achterin. Vindt dan inderdaad Schraal. En die raakt de bal maar half, maar voldoende om Urk weer opnieuw op voorsprong te brengen. Ja, en de gasten bepalen op dat moment de wedstrijd. Althans, wat betreft de kansen. Kijk eens, een mooie voorzet hier opnieuw van William de Boer. Maar 2 aanvallers van Urk zijn niet voldoende om een volgende doelpunt te laten aantekenen. Schraal dan op Jelies. Alleen voor Marcel Groothoff. Alleen zijn inzet gaat voorlangs. Even later dan. We hebben 37 minuten gespeeld. Ja, een beetje een onschuldige botsing daar tussen Robert Pomstra en William de Boer. Maar het heeft voor die linkerspits van Urk gevolgen. Hij raakt geblesseerd en moet het speelveld verlaten. En dat is een aderlating voor Urk, want hij was met afstand de beste aanvaller van Urk. Kort voor de rust dan. Bart Apotheker vindt uiteindelijk met zijn voorzet Philip Ties bij de tweede paal. En 3 minuten voor de pauze brengt hij beide partijen weer naast elkaar. En als we goed kijken zien we dat de bal nog een keer wordt verlengd daardoor Robin Mulder. En Philip Ties met zijn pantoffel 2 tegen 2 en dat is ook meteen de ruststand. In de tweede helft zien we dan een heel ander ACV. Het dicteert het tempo en bepaalt de wedstrijd. En speelt veelvuldig op de helft van Urk. John van Dalen, mooie inzet hier op Ashwin Manuhutu. Alleen Manuhutu vindt geen medespeler. De corner zou trouwens niets opleveren. Even later opnieuw ACV. Voordeel regulier gegeven door scheidsrechter Jansen. Goeie paas hier op Philip Ties. Die zoekt natuurlijk op Mark Marring. Alleen Marring komt net tekort. Omdat Cornelis Kofferman, de keeper van Urk, daar goed bij zit. Maar ondanks de kleine blessure kan hij even later toch verder spelen. Opnieuw ACV. Goeie doorkop al daardoor Mark Marring. En wat hem kort voor de pauze wel lukte, lukt nu niet. Philip Ties mist deze mogelijkheid. Urk komt sporadisch nog op de helft van ACV. Ja, en dan krijgt het hier de hulp van scheidsrechter Jansen vanwege een vermeende overtreding. En daar is Arie Rosema het absoluut niet mee eens. Rest natuurlijk nog wel de vrije trap. Meter of 22 van de goal. Jelies. Ja, en kijk eens, wat een prachtige vrije trap. Randy Jelies. 20 minuten voor tijd. Schiet hij de vrije trap binnen en tegen de verhouding in brengt hij Urk opnieuw op voorsprong. 2 tegen 3. Bosman dan. Maar die vindt Cornelis Kofferman op zijn weg. En zo blijft ACV nog zoeken naar de gelijkmaker. Johan Pitstra heeft er een zwaar hoofd in. We gaan dan richting de slotfase. 8 minuten voor tijd. Doorkopbal hier van Philip Ties op Mark Marring. Maar die wordt aangetikt daardoor Gert-Jan Nagel. En behalve een gele kaart voor deze invaller rest natuurlijk de strafschop voor ACV. Robin Mulder, ja hoor, met een simpele schijnbeweging scoort hij 8 minuten voor tijd. De 3 tegen 3. En dat is ook meteen de eindstand in deze toch wel spectaculaire wedstrijd.
Ik vond onze betere partij vandaag. Helemaal de tweede helft heeft zich helemaal afgespeeld op de helft van Urk. Maar ja, aan de andere kant, we hebben ook niet heel veel kansen gecreëerd. Dus dan denk ik dat je wel tevreden moet zijn met een 3-3.